Dag, mijn lieve Soul Searchers. Mijn naam is Barbara en dit gaat een algemene reading zijn voor mijn lieve boogschutter. Voor de komende periode, begin mei tot begin juni 2024. Het is een algemene reading, dus neem wat voor je past en laat de rest liggen. Kijk zeker ook naar het sterrenbeeld dat in jouw maan, jouw Venus of dan wel je ascendant staat. Like, deel, abonneer, klik op het belletje, blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. Ik ga hier een algemene reading doen, waarbij ik professioneel, financieel en de liefde ga bekijken voor de komende periode. Ik ben nieuwsgieriger dan dit, dus ik ga er nog extra kaarten op leggen, een half uur verderop borduren. Waarbij ik ook in de liefde een splitsing ga maken tussen de singles, de koppels en de gecompliceerde connecties. Dus mocht deze reading voor jou resoneren en wens je meer informatie, mag je mij volgen. De link vind je in de beschrijving van deze video. Of op mijn website www.soulsearch.be. Daar kun je ook boeken voor privé-readings. Ik heb de tijden wat aangepast en daardoor de prijzen. Waardoor het wat interessanter is voor jullie. Ook voor de cursus. Alles vind je daar. Goed. We hebben de algemene energie voor de komende periode. Flexibel zijn. Ik heb hier een nieuw begin. Een ei waar je op staat te dansen. Het vraagt je wel, dit nieuw begin, om je flexibel op te stellen. Om een beetje in bochten te wringen. Misschien pakken de dingen anders uit dan dat je in de eerste instantie had verwacht. Wees niet te krampachtig in, nee, maar ik wil dat het zo gaat. Probeer een beetje flexibel te zijn, zodat het tot een goed begin kan zijn, starten. Ik heb herstellen, banden die hersteld worden. Familiebanden, vriendschappelijke banden, liefdesbanden. Dat kan, voor iedereen zal dat anders zijn, maar er zijn banden die hersteld worden hier. En hogere machten. Er zijn hogere machten aan het werk hier. Je wordt gesteund en begeleid door het universum, door je engelen, je gidsen. Je staat daarmee in contact met de derde oogchakra dat hier open staat en een soort van sleutelgat is. Dus vertrouw op je intuïtie. Probeer contact te maken met je gidsen als je vragen hebt. Kijk op synchroniciteiten en cijfers die zich herhalen. Het zijn vaak tekens dat je gidsen bij je zijn. En dat de vraag die je stelt beantwoord is of de gedachte die je hebt de juiste is. Dus hogere machten, er zijn er. Ze staan er achter jou. Maak daar contact mee. Vertrouw erop. Op hun leiding. Oké. We gaan het zien. Voor mijn lieve boogschutter. Professioneel. Wat is de belangrijkste boodschap voor de komende periode? Voor mijn lieve boogschutter. En professioneel is dus alles wat met het doen te maken heeft. Activiteiten. Nevenactiviteiten naast het werk kan het ook zijn. Creatieve activiteiten. Een huisverbouw. De zes van zwaarden. Mijn lieve boogschutter, vaart naar rustige waters. Jij weet welke richting je op wilt en daardoor voelt het allemaal wat rustiger. Je hebt je gedachten allemaal op één lijn. Dus mooi. Komen uit een moeilijke periode, uit een conflict, uit een mentale strijd. Vaak laten we daarvoor soms iets achter, dus we zullen het zien. Maar jij vaart naar rustige waters. Oké. Okay. Financieel. Wat mag ik weten, financieel? De hoogpriester. Hier gaan we een commitment aan. Een hogere opleiding. We doen de dingen zoals de maatschappij dat van ons verwacht wordt. Het kunnen contracten zijn die hier getekend worden. Officialisering van het een of het ander. Een huwelijk aangaan. Of iets in die richting. Officialisering hier. Oké. Okay. In de liefde. Dat mag ik weten. In de liefde. De dwaas. Een sprong in het onbekende. Een heel nieuw begin. Voor sommigen is het springen in het huwelijksbootje. Een heel nieuw begin. Van nul af aan beginnen we. Opnieuw. Oké. We wagen een sprong in het diepe hier. Mooi. Absoluut. Met een sterke soulmate connectie. Op goddelijke timing. Het tij gaat keren. Oké. Onderop heb ik de koning van kelken. Ondersteboven. De koning van kelken, vis, kreef, scorpioen, energie, is iemand die niet de emotionele rots in de branding is die we normaal graag zouden willen zien. Het is iemand die een beetje in de war is, emotioneel. Emotioneel een beetje instabiel kan zijn. Oké, dat kan jij zijn. Dat kan een persoon zijn in je omgeving die je nou aan het hart ligt. Dat hier een beetje ondersteboven is. Emotioneel. We gaan het zien. Waar die terugkomt. Wat mag ik weten? Professioneel, verklaar deze zes van zwaarden. Dit voelt wel... Dus je vaart naar rustige waters. Dat gaan we niet doen. Helder alsjeblieft. Als het zulke stapels zijn, dan is het meer mijn onhandigheid dan de gidsen die de kaarten eruit doen springen. De drie van pentakels. Een samenwerking, constructief. Ja, een nieuwe samenwerking. Of als we een conflict hebben gehad binnen met collega's of binnen een samenwerkingsverband, varen we daarvan weg. Hier werken we weer goed samen. Er kan een nieuwe samenwerking zijn. Een nieuwe opleiding.
jij die een leermeester bent voor anderen, cursussen geeft of cursussen neemt hier. De acht van kelken, ja, je laat hier iets achter. Iets wat ooit emotioneel fijn voldoeninggevend was, tevreden, maar nu niet meer. En je gaat op zoek naar je geluk. Je gaat je horizon verbreden hier. Dus we laten hier inderdaad iets achter. Je hebt het heel helder wat je wilt en je neemt een hele heldere beslissing met de gerechtigheid. De juiste beslissing. Je hebt een akkoord met het hoofd en het hart. Alles op één lijn. Je weet wat je wilt. Je weet wat juist is voor jou. En je beslist hier voor een constructieve samenwerking, een constructieve partnerschap. Oké. Of een nieuwe richting, een nieuwe opleiding, of cursussen geven. Oké. Verklaar de beslissing, verklaar de gerechtigheid. Eindelijk gerechtigheid. Balans creëren hier. De hermiet, de schildknaap van pentakels. Je neemt de beslissing om voor mij weg te gaan van een plek waar je eigenlijk, of het beu bent om alleen te zijn en je daarin eenzaam voelt. Je wilt de dingen samen doen. Of dan wel een plek waar je eenzaam voelt, waar je niet gehoord voelt, waardoor je niet op je plek voelt. Met de schildknaap van pentakels. Je keert je af van gezag. Dat kan inderdaad. Voor sommigen kan het zijn dat we inderdaad een nieuwe richting kiezen van een nieuwe opleiding of iets anders. En met de koningin van pentakels. Jij creëert hier balans voor jezelf. Misschien moet je iets achterlaten omdat het beter voor jou is, voor je gezondheid, voor je innerlijke rust, voor je welzijn. Met de koningin van pentakels, je doet de dingen namelijk wat juist zijn voor jou. Je zorgt hier voor jezelf. Je bemoedert jezelf. Oké, heel mooi. Misschien pinken we daar wel een traan voor weg, omdat we vol gas vooruit gaan hier. Misschien zit daar een verplaatsing of een verhuizing of een reis bij in gemoeid, maar heel berekend, volg je je hart. Oké. Dus ja, we laten hier iets achter waar we ons toch niet zo goed bij voelen, of waar we omringd zijn door mensen die geen soul search doen, die niet... Ja, nee, het zit een beetje in de controle. Wij lopen daarvan weg. Een eerlijke, oprechte, juiste beslissing. Richting een constructieve opleiding, samenwerking, partnerschap. Of jij die je skills vergroot hier, leergierig en nieuwsgierig ergens instapt. Je kennis deelt met anderen die andere kennis en vaardigheden hebben dan jij. Maar samen creëert dat een heel constructief team. Oké. Financieel heb ik dus de hoogpriester, een contract, een officialisering. We gaan een commitment aan hier. We doen de dingen zoals de maatschappij dat van ons verwacht. De twee van pentakels. Financieel zitten we misschien een beetje te goochelen hier. Multitasken, heel veel balletjes in de lucht aan het houden hier. Ja, voor de vuurtekens is het financieel deze periode te goochelen. Of we doen veel dingen tegelijk. Het moet een beetje zuinig zijn hier. De duivel. Steenbok energie. Dat gaan we niet doen. Wat mag ik nog weten voor het financiële verklaarde hoogpriester? Er zitten wel wat angsten hier. Dat gaan we ook niet doen. Je offert inderdaad iets op. Om je te bevrijden van een gevoel van vast te zitten hier. We zijn een beetje bang. Bang dat we nog meer moeten gaan goochelen. Wat mag ik nog weten? Voor mijn lieve boogschutter financieel verklaarde hoogpriester. Dank u. Koningin van Staven. Leeuwen Boogschutter, energie. Absoluut jouw energie hier. De koningin van Staven ondersteboven kan voor mij twee dingen betekenen. Nog meer. Maar professioneel heeft dat te maken. Inderdaad gaan we hier richting een nieuw contract, een nieuwe officialisering, een nieuwe opleiding, een nieuwe richting. Kan het zijn dat je een beetje onzeker bent over je eigen capaciteiten? Klim je hoger op de ladder? Is het een promotie of iets? Of ben je bang dat je te veel balletjes in de lucht moet houden hier? Het maakt je een beetje onzeker. Of dan wel, loop je juist weg van een professionele teleurstelling. Iets wat jouw kracht ontnomen heeft. Wat jou leeg heeft gezogen hier. Omdat het toxisch is. Omdat het geen gezonde omgeving voor je is. Maar ik zie je wel goochelen, multitasken. Verklaar de twee van pentakels. Ga je iets erbij doen? De ridder van zwaarden.
ondersteboven. Er zijn mensen die zich ermee bemoeien. Met de 9 van Pentakels. Goh, ik heb hier inderdaad wel een onzekerheid over het financiële aspect. Om zelfstandig de dingen te doen. Of met de wereld. De 3 van Staven, de Aas van Pentakels. Ik heb hier een nieuw begin. Zelfstandig, een nieuwe opleiding, een nieuwe samenwerking. Dit is een cadeautje van het universum. Dit is iets op een dienblad. Dit is een opportuniteit. Je gaat even twijfelen van, neem ik het aan of niet? Want we moeten goochelen, want financieel creëert het een beetje onzekerheid. Dit is iemand die jou hier iets aanbiedt, voor mijn gevoel. Of dan wel, als het inderdaad een professionele teleurstelling is, heb ik misschien mensen die... Jij wilt hier iets nieuws aannemen, een opportuniteit aannemen hier. En kan het zijn dat je je laat beïnvloeden door de mening van anderen, dat mensen zeggen, maar dat moet je niet doen, je moet daar niet weg, je moet dat anders aanpakken. Je laat je hier een beetje beïnvloeden door de mening van anderen. En dat voedt een beetje jouw angsten. Verklaar de koningin van Staven nog even. Waarom deze onzekerheid, of wat is deze professionele... gematigheid, boogschutterenergie. Voor mij ook wel kreeft. Een beetje chaotische situatie. Als het een professionele teleurstelling is, is het omdat we geen compromis kunnen vinden. We vinden niet echt een balans met de duivel. Jij bevrijdt je hier van mensen die van jouw goedheid profiteren. Jij bevrijdt je hier van toxische situaties. Misschien van verslavingen, waardoor je... dan kan het zijn dat... Ah ja. De hoogpriester kan namelijk ook zijn dat je... dat kan een therapeut zijn. Dus laat je hier, investeer je in jezelf. Om een verslaving los te laten. Ja, dat kan. Want het ontneemt je kracht en je financiële situatie. Dat kan. Je ontdoet je hier van mensen die van je goedheid profiteren. Om een toxische situatie dat teleurstelling met zich mee heeft gebracht. Chaos, chaotische situatie. Het is een beetje een rollercoaster hier. En met de maan. Het heeft behoorlijk wat angsten boven water gebracht. Het heeft behoorlijk wat oude demonen naar boven doen brengen hier. Maar je kijkt je demonen wel hier recht in de ogen aan, moet ik zeggen. Ja, er is angst. Ik zie je twijfelen. Als we geen compromis kunnen vinden met een baas, een bedrijf, een instantie, je ontdoet je daarvan met een beetje angst voor het financiële. Je weet dat je moet gaan goochelen. We zijn wat onzeker. Maar dan heb ik hier een financiële meevaller, een nieuwe job, een nieuwe aanbieding, een nieuw contract dat aangeboden wordt. Oké. En dit is succesvol, een overwinning. Misschien ben je bang omdat je in de schijnwerpers komt te staan. Iets creatief, ja, iets waar je op de voorgrond staat hier. Dit is gepassioneerd, dit is creatief ondernemend, ja. Maar je twijfelt hier een klein beetje in je eigen capaciteiten, wat absoluut niet nodig is. En laat je zeker niet ondermijnen door de mening van anderen, want die projecteren hun angst op jou. Daar breek je wel van los, voor mijn gevoel. Oké. Dus financieel, een nieuwe opportuniteit, een contract, een officialisering, een cadeautje van het universum. Het creëert wat angst, want het verleden heeft je geleerd dat. Je hebt al wat teleurstellingen meegemaakt. En je gaat een beetje twijfelen voordat je het aanneemt. Oké. Toch zie ik het je wel doen. In de liefde hebben we een sprong in het onbekende. Een heel nieuw begin. Verklaar. We springen in de diepe hier. We vertrouwen in onszelf, in het universum. Wellicht in iemand. En we springen met de Aas van Zwaarden. Absoluut een nieuw begin. Communicatie. We weten wat we willen hier. Helderheid, besluitvaardigheid. Maar wacht. Pas op de plaats. We moeten nog eerst sparen. We moeten eerst zuinig zijn. Het is niet het juiste moment. Dus, zeker met de hoogpriester bijvoorbeeld, zou dit kunnen zijn. We kunnen bijvoorbeeld een huwelijksaanzoek. Maar dan, ja, maar eerst moeten we sparen, want het is nog niet nu. Ik heb ook de 10 van Zwaarden. Dus we hebben een einde voor een nieuw begin. Dit einde wordt precies wel... Het idee van een einde is er wel en van een nieuw begin. Maar het is precies, we houden het nog even voor ons, pas op de plaats. En ik heb hier iemand die zich behoorlijk beschermt met de 4 van Pentakels. Die houdt zijn pentakels heel dicht bij zich.
heeft zoiets van, dit is van mij, dit is mijn innerlijke rust, dit is van mij. Beschermt zich hier. Dus of ik heb hier een einde, een breuk. En we beschermen een beetje onze pentakels, hè, de materiële, we moeten daar een beetje zuinig voor zijn. We moeten een beetje, ja. Hier zit je heel vast. Iemand zit heel erg vast aan zijn, het is van mij. Waarom beslissen we, maar hakken we de knoop nog niet helemaal door? Verklaar de aas van zwaarden of we spreken het nog niet helemaal uit? Of even pas op de plaats. Dus even van kelken. Ik heb hier iemand die emotioneel in de war is. En dat kan die koning van kelken dus zijn. De magier. Ram energie hier ondersteboven. Een beetje. En de hoogpriester. Ja, voor mij heb ik hier. Of iemand met gruwelijke bindingsangst. Waardoor we toch nog niet helemaal de knoop doorhakken hier. Voor mij kan dit spreken over een scheiding. Eerder dan een huwelijk. Ik heb hier een scheiding. Iemand die een keuze moet maken, emotioneel in de war is. Ik heb op zich die helderheid wel. Maar nog even pas op de plaats. En met de magier heb ik een beetje een manipulerende energie. Verklaar de 10 van zwaarden. Dat wordt hier beëindigd. En dat hoeft dus geen relatie te zijn. Ook al heb ik wel met de hoogpriester een commitment. De 8 van pentakels. Dat kan ook het werk zijn. Een contractbreuk. Waar je je verslagen bij gevoeld hebt. En je bent wel klaar om voor een nieuw begin in de liefde. En toch, je beschermt je behoorlijk. Misschien door vorig pijn. Klaar de 10 van zwaarden. De 4 van, wow. De 4 van kelken en de 9 van kelken. De 4 van staven. Goh. Ik heb hier een droom die uitkomt. Nieuwe stabiliteit, de volgende fase binnen de relatie, iets te vieren hebben. Dat kan inderdaad een huwelijk, een commitment aangaan, een kind en next level. We willen daaraan werken, maar dat wordt hier beëindigd. Dus wordt hier een stabiliteit beëindigd. En we storten ons op het werk. Dit voelt als emotioneel vervullend. We zijn liever happy single dan slecht vergezeld hier door iemand die een beetje manipuleert. Dat kan. Dus ja, voor sommigen heb ik hier een scheiding. Een breuk. Waardoor we zuinig moeten zijn en vasthouden aan de middelen. En dit creëert een heel nieuw hoofdstuk in het leven. Oké. Dit creëert ook nieuwe stabiliteit, het einde. Dus we verhuizen, een nieuwe plek. En dan zijn we emotioneel vervuld en we werken hard aan onszelf, ons geluk, ons huisje, boompje, beestje. Of we werken gewoon hard. Voor de singles heb ik een nieuw begin, dat voelt als een droom die uitkomt. Dat creëert stabiliteit, maar tegelijkertijd heb ik hier iemand die misschien inderdaad nog aan het helen is van een scheiding. Nog een manipulerende energie heeft. Een beetje zijn opties openhoudt hier, want is net in een scheiding. En die is zoiets van, ja, ik ben net gescheiden. Het is niet om meteen morgen weer te gaan trouwen met de volgende. Beetje dit. Dus ja, ik vind je leuk, maar laten we gewoon daten, want ik heb hier iemand die zich nog beschermt en ook echt heel veel me-time nodig heeft hier. Voor de gecompliceerde heb ik het einde van iets, een scheiding, een breuk, voor de volgende fase samen. Iemand die in de war is en een keuze moet maken. De keuze is wel helder, alleen we spreken het inderdaad nog niet helemaal uit. De knop wordt niet helemaal doorgehaakt. Helder. Een nieuw begin. Een droom die uitkomt. Wat is het advies voor mijn lieve boogschutter voor de komende periode? De 9 van kelken. Een droom die uitkomt. Vervulde wensen. Dromen die uitkomen. Een magische periode in het leven. Nog een 9. De 9 van pentakels. Beloon jezelf voor je harde werk. Vreugdevol en succesvol eigen baas zijn. Het koesteren van tijd voor jezelf. Happy single kan dit zijn. Dit kan happy ondernemend zijn, zelfstandig, onafhankelijk. Hier op zijn minst pluk je de vruchten van je harde werk. Je bouwt van alles op hier. 9 staan voor afrondingen. Ja, dan heb ik hier een nieuw begin. En de prins van kelken. Plotseling verliefd worden, smoorverliefd zijn. De noodzaak stevig geaard te blijven tijdens een bijzondere emotionele belevenis. Blijven aarden. Ja, de emotionele
rollercoaster heb ik eerder in het financiële. Dat we inderdaad even een beetje onzeker zijn over dat waarbij we een beetje moeten goochelen hier. Maar ja, dit is de prins of prinses op het witte paard. Dus ja, liefdevol persoon, romantisch persoon, boeiend. Kan een beetje dramatisch zijn. Vlichterig. Iemand die wel zijn opties openhoudt. Wat mag ik nog weten voor mijn lieve boogschutter voor de komende periode? Ik ga hier dus verder op borduren, want ik ben veel nieuwsgieriger dan dit. Ik ga ook zeker in de liefde een scheiding maken tussen de koppels, de singles en de gecompliceerden. Dus mocht deze reading voor jou resoneren en ben je nieuwsgieriger, mag je mij volgen. De link vind je in de beschrijving. Denk na over je prioriteiten. Ram had deze ook. Wat is voor jou belangrijk? Wat zet jij op nummer 1? Ik heb het gevoel dat jij je eigen, je welzijn of je familie, je gezin, stabiliteit op nummer 1 zet hier. Stabiliteit. Denk na over je prioriteiten. Qua timing was dat laatste kwartier in Waterman, dus dat is begin, midden februari. Misschien was dat een belangrijk moment. De nieuwe maan in Maagd. Vertrouw erop dat alles goed komt. Ja, er is hier een einde. Maar het is ook wel de oplossing van problemen. En dat kan ook gewoon een contract job einde zijn, waardoor we thuis inderdaad veel meer tijd samen hebben. Naar de volgende fase, ons kunnen focussen daarop. Verbouwingen kunnen doen hier, want we steken ergens energie in. Wat mag ik nog weten? Avontuur. En deze had Ram volgens mij ook. Probeer de huidige situatie niet te zien als een hindernis, maar als een avontuur. Onderzoek de mogelijkheden. Er zijn er veel meer dan je nu kunt bedenken. Zie dingen niet zwart-wit, maar onderzoek alle kleuren die er tussenin liggen. Dit is geen hindernis, dit is een avontuur. Een mogelijkheid om te groeien, een mogelijkheid voor een heel nieuw hoofdstuk, een nieuw begin. Oké. Ik ben heel benieuwd hoe dit voor jou persoonlijk resoneert, dus laat me zeker iets weten. Ik ben altijd heel blij en heel dankbaar voor al jullie berichten. Like als je hier nog bent, deel het, abonneer je, is volledig gratis. Laat mij weten dat je resoneert met de boodschap. En het steunt het kanaal, waarvoor ontzettend veel dank ook aan iedereen die dat al gedaan heeft. Ik ga hier verder op borduren, de link vind je in de beschrijving van deze video. Zo niet, ik stuur je alle liefde en licht toe voor de komende periode. Ik dank je wel voor het kijken en ik zeg tot snel.